Kom dat zien, mensen. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Je moet het echt gaan ervaren. Maar we gaan er ook nog eens even wat dieper op in. Want van 13 augustus tot en met 13 oktober is in Museum Slager in Den Bosch. En dan denk je Den Bosch op Den Haag FM. Dat ga ik je zo uitleggen. Een werkelijk unieke expositie te zien van de werken van Jean Thomassen. Deze week, je hebt het waarschijnlijk wel gelezen, beschrijft journalist Martin Reitsma, de bekende popjournalist, alle ins en outs van deze expositie in onze krant. Maar ik heb Martin even gebeld. Ik zeg, ja, we willen eigenlijk op de radio daar ook nog wel veel meer over weten. Zodoende bellen wij vanavond als Den Haag FM zijnde nog even met Jean. Jean, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, om toch heel leuk om wat van jullie te horen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Want dan vallen we maar meteen even met de deur in huis. Ja, waarom had deze tentoonstelling eigenlijk in Den Haag moeten plaatsvinden? Ten eerste omdat ik in Den Haag geboren ben, dat ik er 50 jaar gewoond heb en dat bijna al mijn schilderijen over Den Haag gaan. En het is natuurlijk eigenlijk een hele rare samenloop van omstandigheden dat deze tentoonstelling, die echt uniek is, want er komt geen tweede keer meer dat iemand deze schilderijen tezamen in een museum kan zien. Dat is een eenmalig gebeuren. Maar dat had eigenlijk in Den Haag moeten plaatsvinden. Maar ja, die mensen hebben een beetje pech, want het is dus nu in het museum Slager. En dat is misschien leuk om te weten. Dat ligt dus eigenlijk naast de kathedraal, hè, de Sint-Janskathedraal. En dat is eigenlijk gebouwd op het kerkhof waar de botten van Jeroen Bos moeten liggen. En mijn werk is toch een beetje geïnspireerd door Jeroen Bos. Niet dat ik hem naschilder of zo, maar ik maak dergelijke rare schilderijen ook. Alleen, ja, hedendaags, hè, het zijn schilderijen die over mijn leven eigenlijk gaan. En het is dus een vreemd toeval dat de opening van die tentoonstelling verschoven is. Want die was eigenlijk voor mijn 70ste verjaardag, ja, op 5 september. Dat hebben ze verschoven naar 11 augustus. Wat niemand weet is dat 11 augustus de sterfdag van mijn vader is. En die heeft daar verdorie 52 jaar, ja, die is dus nu 52 jaar dood. Maar die heeft daar dus na de oorlog heeft hij daar gelopen in diezelfde straat. En dat vind ik zo'n vreemd, merkwaardig toeval. Nou, alsof het zo had moeten zijn, zeg. Ja. En dat is eigenlijk eerder ook al een keer gebeurd. Want ik had hiervoor een tentoonstelling in museum Het Markiezenhof. En daar heb ik ook iets mee. Want mijn vader heeft in museum Het Markiezenhof in 1940 gezeten, toen het een kazerne was. En ook de broer van mijn moeder, maar die kende elkaar toen nog niet, hè, mijn moeder en mijn vader. En de broer van mijn moeder moet mijn vader ooit gezien hebben daar. Maar die werd dus op 10 mei 1940 bij Delft doodgeschoten. Bij de Duitse inval. En dan denk ik, dit zijn zulke rare samenlopen van omstandigheden. Uiteindelijk natuurlijk toch, denk ik wel, content met de expositie in Den Bosch. Mag ik toch nog een brutale vraag stellen, Jean, waarom het dan niet in Den Haag gelukt is? Waar lag dat dan aan? Ik heb geen idee. Ik heb een vreemde verhouding met Den Haag. Ik ben ooit eens geweigerd voor de Haagse Academie. Omdat ik dus heel realistisch werk maak in een tijd dat alles abstract moest zijn. Ja. En het schijnt geloof ik zo te zijn in Nederland dat alles altijd van ver moet komen. Mm-hmm. Dus vandaar dat ze dus in Den Bosch, ik ben op een hele gekke manier in Den Bosch terechtgekomen. Ik maak werk voor verzamelaars. En ik exposeer eigenlijk al helemaal niet meer, al jaren niet meer. Maar dat was een Belgische verzamelaar die vorig jaar hoorde dat er een Jeroen Bos tentoonstelling kwam. Ja. En die zei, ja jongens, als er een Jeroen Bos tentoonstelling komt in Den Bosch, dan moet er wel even het drieluik van Jean Thomassen hangen. Want ik heb een drieluik voor die man gemaakt. En ik ben een beetje gek, want ik heb daar 5 jaar aan geschilderd. Je moet dus een beetje gestoord zijn om 5 jaar aan 1 schilderij te werken. Dat schilderij dat werd aanvankelijk geweigerd, want het was 40 centimeter te groot. Kun je je dat voorstellen? En daar was een hele rel over ontstaan in de Brabantse pers. Ik wist daar helemaal niks van, maar ik werd door iemand gebeld. Die zei, god, er staat een stuk in dat jouw werk is geweigerd voor de Jeroen Bos tentoonstelling. Ik zei, nou, ik wist niet eens dat ik meedeed, hè, want ik heb me niet aangebeld. Dat las dus een van de bestuursleden van Museum Slager, dat daar een hele rel over was. En die belde mij op en die zei, meneer Thomassen, mag ik dat drieluik eens een keer zien? Ja. Ik zei, nou, dat kan niet, want dat is in België. Moet u maar even die eigenaar bellen of die dat aan u wil laten zien. Nou, die is naar België gereisd. Die heeft dat drieluik gezien. En ik was meteen besloten dat dat drieluik een half jaar tentoongesteld werd in Museum Slager. En er kwamen zoveel mensen op af dat ze zeiden van, nou, dan moet die Thomas, die moet een overzichtstentoonstelling krijgen. En dat is dus gebeurd vanwege mijn 70ste verjaardag onlangs. Ja.
En ik ben heel verbaasd dat er zoveel mensen op afkomen. Want normaal heb je dus een opening. Ik had een prachtige opening, want Henk van der Meijden heeft dat gedaan. Een zeer dierbare vriend van mij. Want... Een bekende journalist, ja. Ja, de beroemde journalist van de Telegraaf. Ja. Ik dank dus al mijn geluk aan Henk van der Meijden. Hoe vreemd dat ook klinkt. Maar ik zat op een dag, zat ik een doek te plamuren in mijn Haagse atelier aan de Koninginnenmarkade. En ik sla een krant open op de rubriek privé van Henk van der Meijden. En wat zie ik daar? Nederlands mooiste actrice Ine Veen. Ik denk, godverdorie, dat is een mooie vrouw. Die moet ik schilderen. Ja. Dus ik heb een briefje gestuurd aan Henk van der Meijden. Henk, kun je mij die foto van die vrouw opsturen? Maar Henk kreeg zoveel post binnen. En ik moet je zeggen, ik ben een totaal wereldvreemd mens. Want ik lees geen kranten, ik ga nergens naartoe. Ik ben alleen maar aan het schilderen. Dat doe ik al 50 jaar lang. Ja. En die had dus de brief doorgestuurd aan Ine Veen. En ik krijg dus van Ine Veen krijg ik een pasfoto terug. Weet je wel, uit zijn automaat. Waar je opstaat alsof je door een bij bent gestoken. Ja. En ik heb er dus teruggeschreven dat dat niet de bedoeling was. Ik wou graag die foto uit de krant hebben. Nou ja, die had ze opgestuurd. Er zat een briefje bij met haar adresgegevens en zo erop en de telefoonnummer. En die vrouw was heel verbaasd dat ik er dus niet opbelde, want ik had geen telefoon. Oh. Ik was straatarm in die tijd. Ja. En Ine Veen stuurt mij dus op een gegeven moment die foto op met een briefje erbij van... God, ik ben aan het filmen in Scheveningen met de crew van Bruce Lee. En ik ben een kung fu film daar aan het maken. En ik denk, god, wat heb ik daarmee te maken? Wat kan mij dat schelen wat je aan het doen bent? Maar ja, op een dag ging bij mij de bel beneden. De bel ging over en ik druk dus op het stopje en daar staat dus Ine Veen beneden aan de stoep. En ik kreeg bijna een hartverzakking. Ja. Want ik dacht, god, wat is dat mens mooi. Echt zo'n ontzettende mooie vrouw. En die stapte dus op die manier in mijn leven. En die heeft er dus voor gezorgd dat ja, ik kon schilderen en dat ik dus ook iets kon bereiken. En het leuke is dus, mijn werk is dus bijna grotendeels allemaal in buitenlandse collecties. En nu is er dus een tentoonstelling en dan krijg ik hele leuke reacties op van... Goh, leef jij nog? Ik zeg, leef jij nog? Ja, we horen niks van je. Nee, dat gebeurt dus als je druk bezig bent als schilder. Hè? Want ja, dan ben je werk aan het maken en dat werk wordt verkocht. Dat wordt ergens opgehangen. En dan denkt men dus van, oh, die man is zeker overleden. Maar wat dus een heleboel mensen niet weten, ik heb in het buitenland prijzen gewonnen. En in Nederland heb ik altijd een beetje het stickertje van Ine Veen opgekregen. Hè, van, is dat de man van Ine Veen of is het meneer Veen? De muze. Maar in het buitenland kende niemand mij. Nee. En ik deed daar dus aan wedstrijden mee. En ik won daar tot mijn stomme verbazing allemaal prijzen. Ik geloof dat ik 7 of 8 prijzen in het buitenland gewonnen heb. In Canada, in Bulgarije, in allerlei landen, in Duitsland en zo. En dan vind ik de reactie van Ine zo leuk. Van, nou en, ik weet toch dat je goed kan schilderen. Ja. En dat vind ik een hele leuke reactie. Ine is ook een hele bijzondere vrouw. Die heeft 46 jaar geleden besloten om zich met mij te verloven. Kijk. Die komt dus op een dag bij mij visite met een pakje. En dat pakje maakte ik open. Ik zeg, god, wat zit daarin? En, 2 doosjes. Maakte die doosjes open. Er zaten dus 2 verlovingsringen in met een diamant erin. Ik zeg, wat is dit? Nou, zegt ze, dat zie je toch. Dat zijn verlovingsringen. Wij zijn nu verloofd. Maar verbeeld je niks, want we gaan niet trouwen. Dat is ook nooit gebeurd. Dat we zijn 46 jaar verloofd. En ze heeft mij dus nooit iets gevraagd of ik dat misschien wel leuk zou vinden. Of misschien... Maar dat is dus een hele aparte vrouw. Dat is, en daar heb ik dus hele leuke dingen mee meegemaakt. Ja, ja. Want ik ben dus in 1970, 71 woonde ik in Amsterdam. En ik had geen stuiver. Ik wist ook niet dat er loketten waren waar je geld kon halen. Ik was alleen maar gefascineerd van het idee, ik moet schilderen. Ik moet schilderijen maken. En ja, ik had dus helemaal niks. En niemand wilde mijn werk hebben. Er was niet 1 galerie in geïnteresseerd. En Ine Veen komt in mijn leven en die zegt, oh, wil jij schilderen? Dat ga ik even voor je regelen. Dus ik kreeg op een gegeven moment een tentoonstelling in de Haagse Galerie Artim. Hè, op de 3 hoekjes, hij bestaat nu niet meer. Maar daar hingen destijds dus alle schilders die toen met realisme bezig waren. Zoals Karel Willink en Diane van den Berg en Henk Helmantel. En ik kreeg daar dus ook een tentoonstelling tot mijn stomme verbazing. Dat had Ine even geregeld. Als een beetje vreemde eend in de bijt misschien?
tussen al die mensen. Als een beetje vreemde eend in de bijt daartussen. Ja, en iedereen zat daar ook een beetje raar naar te kijken. Want Ine was in die tijd heel erg bekend. Die is vroeger ballerina geweest en actrice in Duitsland en actrice in Nederland. En die kwam dus even met de vriendin Mathilde Willink. Want die waren heel dik bevriend met elkaar. En eens werd ik door allerlei mensen gezien. Tineke de Nooi bemoeide zich ermee. Die heette toen nog Tineke Vos, hè, van Radio Veronica. Zeker. En die zei van, goh, jullie zijn een apart stelletje, daar ga ik even een film over maken. Nou, die heeft dus een film gemaakt over Ine Veen en haar schilder. En de volgende dag, tot mijn stomme verbazing, verkocht ik al mijn werk in het Van Reken Museum. En toen dacht ik, god, dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En morgen bijvoorbeeld, hè, morgen moet ik naar het museum Slager toe. Heb ik 2 rondleidingen die ik daar ga geven. Ja, dat 11 is een uur, leuk verhaal inderdaad. 12 uur. En Tineke de Nooi komt dus ook. Wat leuk. En dat vind ik hartstikke leuk. Want er is dus voor de tentoonstelling een boek verschenen in Engeland. Een Engels boek. Door meneer Glenn James geschreven. Waar al mijn belangrijke schilderijen in staan. En die man die komt ook eventjes speciaal over naar Nederland voor die tentoonstelling. Dan denk ik, god, dat is toch wel leuk. Ja, want je bent er natuurlijk niet elke dag. Maar ik begreep dat er ook echt een hele buslading uit het buitenland gewoon ook naar je tentoonstelling is gekomen. Ja, af en toe krijg ik een belletje. En dan is het, godsjam, wil je even langskomen? Ja. Want er is een rondleiding. Ik moet je eerlijk vertellen, ik ben 70 jaar. Ik rijd niet graag auto. Ik heb een hele lieve overbuurman die zegt, godsjam, ik breng je er wel even heen met mijn Mercedes. Dus ik kom keurig met een zwarte Mercedes voorrijden. Vorige week was er een hele grote groep Belgen, een stuk of 25 man uit Turnhout. Ja, die wilden die tentoonstelling zien. En nu, normaal is het zo bij een tentoonstelling in een museum, moet je maar eens opletten, dat mensen lopen langs een schilderij, die kijken op het bordje, die kijken even naar het schilderij en een paar seconden lopen door. Bij mij is er iets heel anders aan de hand. Die mensen kijken naar het schilderij en die staan 5, 10 minuten later, een kwartier later nog steeds naar dat schilderij te kijken. En die lachen soms en die zitten elkaar aan te stoten van verrek, moet je eens kijken wat daar staat. Want er is heel veel te zien op die schilderij van mij. Ja. En die zijn dus heel apart. Ik heb ook begrepen dat u bent opgevallen bij het Guinness Book of Records. Hoe zit dat precies? Ik heb een paar weken geleden, ja, 2 weken geleden heb je kunnen lezen in de Telegraaf, heel groot artikel, dat ik alles aan Ine Veen te danken heb. Dus ook dat. Mm-hmm. We hadden een keer een tentoonstelling voor een kunstbeurs. En toen vroeg de organisator aan Ine Veen, god, zouden we niet eens iets aparts kunnen bedenken dat we een beetje in de picture komen? Bijvoorbeeld het kleinste schilderij. Oh, zegt Ine, dat is helemaal geen probleem. Jean heeft ooit het kleinste schilderij gemaakt. Oh, als dat het geval is, dan laten we het Guinness Book of Records komen en dan gaan we dat even nameten. Nou, het kleinste schilderij heb ik dus gemaakt. Dat is dus een olieverfschilderij, wat dus niet met een loop geschilderd is, maar gewoon zo met het blote oog. Dat hebben ze gemeten en dat was 1,2 bij 1,2 millimeter. Dat was dus het tweede exemplaar, want de eerste is op de grond gevallen in mijn atelier. Ik heb uren op mijn knieën lopen zoeken. Ik kon het kring niet meer terugvinden, want zo klein is die. Dus ik heb gewoon een nieuwe gemaakt. Die is officieel gemeten. Heb ik een diploma van gekregen. Kun je dus ook in museums Lager zien. En het was eigenlijk gewoon een stunt. Hè? Gewoon een stunt voor een kunstbeurs. Maar tot mijn stomme verbazing, hè, is er sinds 1998 niemand geweest die dacht, god, dat ga ik eens even verbeteren, dat record. Want dat is wel heel klein, hè? Dat zijn die 2 streepjes op een liniaal tussen 2 millimeters. Nu vraag je me voorstellen? Ja, ik vind het bizar. Ik denk dat ik het niet eens met het blote oog het schilderij zou kunnen zien. En ik vind het al helemaal. Nee, dat is zo leuk. Ik heb het erin geplakt, hè. In het diploma wat ik gekregen heb van het Guinness Book of Records, dat staat daar. En dan krijg ik allemaal hele leuke reacties van oude mensen. Van potverdomme, u denkt ook nooit eens aan oude mensen. Ik zeg, hoezo? Ja, ik zie helemaal geen moer. Waar is het dan? En het zit er dus op. Ja, u moet er een vergrootglas bij hangen. Ik zeg, nee mevrouw, ik heb het ook zonder vergrootglas geschilderd. Ja. Dat is nou juist de mop. U moet het zo ook even bekijken. En dat is dus het rechteroog van Ine Veen wat erop staat. En ik vind het dus heel bizar dat 21 jaar lang dat record nog steeds bestaat.
Nou, je daagt nu wel mensen uit hoor, Jean, denk ik. Die dat misschien willen gaan verbeteren. Ja, wat ik nog wel graag wil weten, want het moet een enorme operatie zijn geweest. En dit gebeurt ook waarschijnlijk ook nooit meer. Dat er zoveel werken van jou bij elkaar zijn gekomen. Hoe heb je iedereen weten te mobiliseren om de werken naar Den Bosch te brengen? Wilde iedereen dat? En hoe ging dat? Nee, dat wilde iedereen helemaal niet. Ik heb alles te danken aan een Belgische verzamelaar. Die zegt, Jean, en trouwens ook een verzamelaar hier uit Alkmaar. Die zei, Jean, er moet weer eens een tentoonstelling van je komen. Want ik heb hiervoor ook 2 museumtentoonstellingen gehad waar enorm veel publiek op afkwam. Waar enorm veel over geschreven is. En ja, ik ben 70. Ik heb Ine is niet ouder dan ik. Die is 82. Ik moet voor haar zorgen. Ine is erg ziek. Ja. En ja, die kan dus verder niet veel meer. Ik moet dat allemaal regelen. En die Bel zei, Jean, helemaal erbuiten blijven. Ik ga dat even allemaal regelen. Die ga die hele tentoonstelling in elkaar zetten. Ik ga al die mensen even benaderen. Maar er zijn dus een aantal verzamelaars bij. In Spanje en in Zwitserland. Die zeggen, ja, wacht eens even. We blijven niet aan de gang. Dat is nou de derde keer dat we werken uitlenen voor musea van die Jean Thomas. We blijven niet aan de gang. En ja, het is gelukkig allemaal buiten mij omgegaan. Ook de inrichting. Het is zo'n schitterende tentoonstelling. Er zijn mensen die zijn er naartoe gegaan hier uit mijn plaats Heilo, hè, waar ik nu woon. Ja. Dat is bij Alkmaar. Die zijn al voor de 2e en de 3e keer teruggegaan. En toen dacht ik, hé, 2, 3 keer naar een tentoonstelling gaan. Dus die schijnen daartoe aangesproken te zijn, want het is wel heel bijzonder. He, je kunt er Den Haag op zien. Henk van der Meijden heeft dat geopend. Op YouTube kun je de video's zien van de opening. En we hebben ook Victor Meijer gehad, de bekende Haagse dichter. Zeker. Die heeft een prachtige ode over Ine Veen opgehangen. En ik heb ook over Ine Veen een boek geschreven. Doekop voor een echte ster, want dat is echt een hele bijzondere vrouw. Ze roepen hier in Nederland wel eens dat ze een ster zijn. En dan denk ik, god, dan moet je toch eens even het boek over Ine Veen lezen. Want die vrouw is dus ballerina geweest, vroeger in de jaren 50. Die is als meisje van 16 ontdekt voor het ballet van Hannover. En die heeft voor de Sjaar van Perzië gedanst. Die heeft voor het Deense Koningshuis gedanst. Voor prins Ranier en Gracia van Monaco. Voor de Begum. En die vrouw werd dus na een tijdje ziek. En wat doe je dan als je ballerina bent en ziek wordt? Nou, Ine gaat dus in Duitsland actrice worden. En die heeft in de recordtijd heeft ze daar de diploma's gehaald. En die heeft in de jaren 50 met alle bekende namen van Duitsland heeft ze dus ooit opgetreden. Totdat ze dus in Duitsland werd ontdekt door een Nederlandse regisseur. Die zei van godverdorie, dat is een goede actrice. Die moeten wij in Nederland hebben. En toen kon ze dus in Nederland komen om met Mary Dresselhuis en Co van Dijk te gaan spelen. En ze had haar moeder gebeld. Ze zegt, ken jij die mensen? Mary Dresselhuis, Co van Dijk, ik heb er nooit van gehoord. Maar dat komt omdat ze in Duitsland zat. En dat waren toen ja, de bekendste toneelgrootheden. En daar debuteerde Ine dus mee in 1963. En ze heeft daarna in zoveel series en stukken gespeeld. En ze vindt alles heel gewoon in haar leven. Als ik het goed begrijp is de expositie eigenlijk ook een samensmelting van uw grote liefde voor de schilderkunst. En de grote liefde voor uw eeuwige verloofde. Mijn eeuwige verloofde, ja. Dat is een hele bijzondere vrouw. Die heeft zelf ook 8 boeken geschreven. Er hangen gelukkig een paar werken van haar. Er is een kunstenaar geweest die heeft van ons beelden gemaakt. Jaren geleden, die staan er ook. En ik vind het dus heel jammer eigenlijk dat Ine er zelfs niet naartoe kan en het ook niet gezien heeft. Want ja, ze is bedlegerig en ziek. Ze is van dezelfde generatie als Henk van der Meijden. Ja. En eerlijk gezegd word ik er een beetje droever van als ik dus zie hoe goed het met Henk van der Meijden gaat. En hoe slecht het met Ine gaat, want die ligt het grootste gedeelte van de dag ligt ze dus in bed. En ik heb dat ook gelezen dus in het mooi woord, algehele malaise. Ja. Dat komt omdat ze dus totaal versleten is. Het lijf is op. Ja, ik heb dat ook gelezen, de openhartigheid, ook in het artikel van popjournaliste Martin Reitsma. Als ik dit verhaal helemaal hoor, dan kriebelt het. Dan zou er toch eigenlijk in de toekomst ook nog iets in Den Haag moeten gebeuren. Kunnen we ooit nog een expositie in Den Haag gaan verwachten? Ik heb geen idee. Het zou heel leuk zijn. Hij had eigenlijk in Den Haag moeten gaan plaatsvinden, maar er schijnt in Den Haag helemaal geen belangstelling te bestaan. Er bestaat dus wel belangstelling in Engeland om iets met mijn werk te gaan doen. En dan denk ik, ja god, wat leven we toch in een idiote wereld. En
alles is bijzonder idioot. Ik zal je een leuk voorbeeld geven over de tentoonstelling. Er hangt op de tentoonstelling het allereerste schilderij wat er hangt. Daar kun je op lezen, Laubertheimer, groente en fruit. Zal je verder niks zeggen. Er komt een meneer, die had in een Noord-Hollands Dagblad gelezen dat er een tentoonstelling van Jean Thomas was. Nou, die kende die. God, gaan we even naar de bos toe. Hij stoot zijn vrouw aan. Hij zegt, verrek, lees ik dat nou goed, Ineke? Wat staat daar nou? Laubertheimer, groente en fruit. Hele rare naam, Laubertheimer. Maar zijn oma heette Laubertheimer en die had dus een broer. En die deed in groente en fruit. Ah. Dat was deze meneer. Dan kan je zeggen, ja, oké, toeval. Maar zijn vrouw die stoot hem aan. Ze zegt, Tjeerd, moet je eens kijken, want daar hangt een schilderij over Coltex. Dat is een bedrijf hier in Noord-Holland. Ze zegt, daar heeft mijn moeder gewerkt. De leukste dagen van haar leven heeft ze daar meegemaakt bij Coltex. Nou, puur toeval natuurlijk. Ze komen thuis in Heilo. En ze gaan even met de overbuurman praten en ze zeggen, God, we zijn nou bij zo'n rare tentoonstelling geweest van ene Jean Thomassen. Thomassen, ja. Thomassen, zegt die buurman. Ik heb vroeger onder een familie Thomassen gewoond. Dat moet meer dan 60 jaar geleden zijn. Dat is dus dezezelfde meneer, hè? En dat blijkt dus inderdaad het geval te zijn. Die komt trouwens morgen ook, want die wil mij nog wel eens even terugzien, hè, naar, wat is het, 60 jaar? Nou heet Jeroen Bos, die dus eigenlijk begraven ligt daar, hè, onder dat museum. Ja. Die heet eigenlijk Van Aken. Nou is die meneer, wat ik je net verteld, van Laubertheimer, die is dus teruggegaan vorige week. Die loopt weer op diezelfde tentoonstelling rond. Die zit weer naar de schilderij te kijken. Er staan twee dames te kwebbelen. Hij zegt, God, leuk hè, dat werk van die Thomas. Ja, 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 ja. Nou, er wordt een gesprekje gevoerd. Wat blijkt, die dames heten Van Aken. En hun oma blijkt de zus van mijn opa te zijn. Dat is zoveel toevalligheid dat ik denk van, dat kan toch niet waar zijn. Dit moet je even meeschrijven als luisteraar. En anders dan moet je het zeker morgen even terug gaan luisteren om dit helemaal te kunnen laten indalen. Ja, ik zou bijna zeggen, toeval bestaat niet. Maar deze tentoonstelling absoluut wel. Dat is echt de absolute waarheid. Tot slot, want onze nieuwslezer zit klaar, Jean. Ja. Op welke dagen en tijden kunnen mensen de tentoonstelling nog bezoeken? Die tentoonstelling, die is, ik moet eventjes op het foldertje kijken, van dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 5 te bekijken. En zaterdag en zondag van 1 tot 5. Kijk. En ik kan iedereen aanbevelen te gaan kijken, want er komt geen tweede keer. En iedereen die dat gaat kijken, die is dan niet weg te slaan. Nou, ik hoop toch nog dat er ooit nog een keertje iets in Den Haag gaat gebeuren. En ik denk ook bijna dat er wel iemand op dit moment zit te luisteren. Ik denk van, joh, dat moeten we gewoon een keertje ook in ons eigen Den Haag gaan doen. Tot die tijd, kijk even op de website www.museumslager.com. www.museumslager.com. Kaartjes, zijn die behoorlijk aan de prijs? Want je weet, die Hagenaars die zijn een beetje zuinig. Maar is het wel te doen? Ik heb geen idee, maar ik ben er in ieder geval morgen, okay. Want ik geef morgen een rondleiding en Tineke de Nooie is daar en een heleboel bekende andere figuren zijn er ook. Dat is sowieso een aanrader. Om, als je morgen niks te doen hebt, rij gewoon even naar Den Bosch, pak gewoon even het OV of bel anders even je overbuurman met de Mercedes. Misschien heeft hij nog een plekje over in de wagen en dan gaan we er wat moois van maken met z'n allen. Jean, ontzettend bedankt voor je ontzettende mooie verhalen. Doe je je muze, je lieve verloofde de groeten. Dank voor ook de medewerking aan dit radioprogramma. En wij gaan het toch nog een beetje proberen uit te zetten hier. Er zijn hier wel wat contacten. We zitten hier in het pand van Omroep West. Dus misschien dat er wat mensen wakker zijn geworden om toch nog eens een keertje die hele handel gewoon richting Den Haag te halen. En ik weet zeker dat de mensen die nu misschien een beetje nukkig deden van moeten we het weer gaan uitlenen weer. Dat ze dan zeggen van dat verdien jij gewoon. En misschien wel op je 75ste verjaardag dat we dat gewoon kunnen gaan regelen. Rest mij nog je ontzettend te bedanken. En ik wens je een hele mooie avond. En veel plezier morgen. Het was bij een waar genoegen. Oké, tot ziens. Groetjes aan iedereen. Doen we. Hai hai. Dag. Volg Dossier Bastenbroek ook op Facebook, Twitter en Instagram.